Hallo, welkom allemaal bij dit deel van de Research Ad in Den Bosch. Ik ben Linda van den Berg en ik neem jullie even mee in het werk maken van gelijke kansen. Ik begin met even kort mezelf voor te stellen. Ik ben lector bij Fontys Ozo. Dat is, wij verzorgen de Master Educational Needs. En als lector doe ik onderzoek naar het waarderen van diversiteit. En dat gaat over inclusie, over kansenongelijkheid, over hoe leraren kijken naar kinderen. En het doel van het lectoraat is het ontwikkelen van kennis, tools, professionaliseringsstrategieën om dus beter te leren afstemmen op diversiteit. Ik ben zelf mijn loopbaan gestart in het onderwijs. De foto die jullie zien, dat ben ik 20 jaar geleden met mijn eerste klasje op een basisschool in Os. En dat was een heel diverse populatie. En ja, vanaf het begin van mijn loopbaan heb ik eigenlijk, voel ik de drive om iets te doen voor de kinderen die eigenlijk met 1-0 achterstand in het onderwijs beginnen. En ik denk dat onderzoek doen, wat heel praktijkgericht is, en het ontwikkelen van goed onderbouwde interventies en instrumenten een manier is om, om deze leerlingen te ondersteunen. Dus dat is eigenlijk mijn achtergrond en mijn reden dat ik nu doe wat ik doe. Goed, kansenongelijkheid. Sinds 2016 heeft de onderwijsinspectie veel aandacht voor het thema kansenongelijkheid, omdat die eigenlijk de laatste jaren is toegenomen. En vanaf 2016 is dat steeds beschreven en nu blijkt dus dat die toename in de kansenongelijkheid in het hele Nederlands onderwijsstelsel min of meer stabiliseert. Maar corona heeft natuurlijk wel weer een heel nieuw licht geworpen op die kansenongelijkheid, omdat sommige verschillen in de thuissituatie nu extra zichtbaar werden. En ja, iedereen heeft alle krantenkoppen en zo wel gelezen natuurlijk over kinderen die in de badkamer moesten werken, kinderen die geen tablets hadden, andere kinderen die eigenlijk juist vooruit schoten in hun ontwikkeling. Dus daar zit ook een nieuwe, andere impuls om dit thema goed te onderzoeken en om daar verder stappen in te zetten. Maar wat de onderwijsinspectie vooral ziet, is dat leerlingen met laag opgeleide ouders minder succesvolle schoolloopbanen hebben dan kinderen van hoogopgeleide ouders. En dat is ook zo als zij in capaciteiten eigenlijk gelijk zijn. Nou, wat we zien is dat leerlingen met laag opgeleide ouders vaker naar een lager onderwijsniveau doorstromen, vaker afstromen in de eerste 3 jaar van het voortgezet onderwijs en dat zij minder vaak in het hoger onderwijs terechtkomen. Verder zie je dat verschillen tussen scholen steeds meer toenemen en dat scholen waar veel kinderen met migrantenachtergrond of laag opgeleide gezinnen, scholen waar deze kinderen veel zitten, worden extra hard getroffen door het lerarentekort. En ook dat zie je nu heel veel in het nieuws. Wat de inspectie bijvoorbeeld heeft onderzocht om dit soort dingen te kunnen zeggen, is, zij hebben bijvoorbeeld gekeken naar alle leerlingen die op de eindcito de score 538 hebben gehaald. En vervolgens gekeken wat het verschil is in het advies van school op basis van het opleidingsniveau van de ouders. En dan zag je dat kinderen met laag opgeleide ouders, die ook 538 hadden gehaald op CITO, veel vaker een HAVO-advies kregen dan een VWO-advies. Terwijl dat bij de kinderen die van hoger opgeleide ouders andersom was. Die hadden veel meer kans op een VWO-advies, terwijl die score gewoon hetzelfde is. En dat is wel een mooie illustratie van de manier waarop de onderwijsinspectie naar kansenongelijkheid kijkt. Wat je hier ziet in deze grafiek is het verschil tussen wat je op basis van de CITO-toets zou verwachten en het advies van de school. In de nullijn die je in het midden ziet staan, daar is er dus eigenlijk geen verschil in wat je zou verwachten op basis van de score en het advies. En die gekleurde lijntjes die je ziet, dat zijn allemaal lijnen van opleidingsniveau. Van hoog naar laag. Die bovenste oranje lijn zijn mensen die gepromoveerd zijn. En de onderste lijnen zijn ouders die alleen basisonderwijs hebben gehad of mbo niveau 2 opleidingen. Dus zo kun je dus zien dat boven die nullijn, dat daar steeds vaker, veel vaker een positiever advies gegeven wordt, een hoger advies gegeven wordt, dan dat je zou verwachten op basis van de toets. Hoe komt dit nou? Komt die ongelijkheid, hoe wordt die nog verder vergroot? Nou, dat is ook een stukje bij de ouders zelf, dat hoogopgeleide ouders strategischer gedrag laten zien. Schaduw
onderwijs, oftewel bijles en extra examentraining en allerlei soorten ondersteuning wat je in kan kopen. Dat zie je dus vaker bij hoogopgeleide ouders, waardoor ze eigenlijk zichzelf onderscheiden van andere ouders en hun kinderen hebben daar voordeel bij. Ook in de scholen zie je meer homogene brugklassen in het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld homogeen ateneum en veel minder brede brugklassen waarin VMBOT, HAVO en VWO leerlingen bij elkaar leren in die eerste 2 jaar van het voortgezet onderwijs. En daar is nu veel discussie over, dat je eigenlijk zou willen dat het langer op één niveau in een gemengde groep doorgaat. Dat is ook dus het volgende puntje, dat onderwijsstelsel, dat er zo'n vroege selectie is. Met 11 of 12-jarige leeftijd gaan kinderen naar één van de 7 niveaus in ons voortgezet onderwijs. Dus dat is een hele duidelijke scheiding in niveau waar ze dus op die leeftijd al terechtkomen. En daar is Nederland uniek in. In alle andere Europese landen zie je dat ze tot 15 bij elkaar zijn en dat daarna die keuze gemaakt wordt. En daar is in Nederland nu ook wel het advies gegeven, verschillende bonden, verschillende raden die zeggen van eigenlijk moeten wij af van die hele vroege selectie en die kinderen langer de tijd geven om zich verder te ontwikkelen voordat die keuze op niveau gemaakt wordt. Het laatste puntje wat er staat, leraren. Daar kom ik in de volgende sheet nog verder op terug. Nog even een grafiekje wat je ziet met die brugklassen, dat er steeds meer homogene brugklassen zijn en steeds minder van die brede brugklassen. Ik sprak eens een keer een rector van een grote school voor voortgezet onderwijs en die zei wij zouden dat wel willen. Wij hebben als ideaal dat het gemengd is en dat je pas later die keuze maakt. Maar dan is soms simpelweg concurrentieoogpunt een reden voor scholen om het niet te kiezen. Omdat je in een regio een aantal scholen hebt en ouders, vooral van de leerlingen met een hoger niveau, die willen gewoon liever homogene brugklassen. En dat zie je dus ook wel terug in dit plaatje, dat soort dingen spelen, waardoor je eigenlijk kijkt naar wat er op dat moment de wens is van bepaalde groepen mensen en minder vanuit het ideaal vanuit gelijke kansen. Leraren, zou ik op terugkomen. Dat zie je bijvoorbeeld in niveaugroepen. Leraren zijn een hele belangrijke factor, dat weet iedereen die nu ingelogd is. Maar wat we eigenlijk vaak doen in het onderwijs, en dat zijn dus keuzes die je als team of als leerkracht maakt, is leerlingen al vanaf groep 3 indelen in niveaus. Dus wat we net zeiden van goh, in dat VO zijn 7 niveaus waar ze ingedeeld worden op 11, 12 jaar geleden, waar ze bijna niet meer uitkomen. Dat doen we eigenlijk ook al vanaf groep 3 in de niveaugroepen in de klas. Nou, iedereen kent een maatje, sterretje, raketje, indeling van bijvoorbeeld veilig leren lezen. Uit veel onderzoek blijkt dat een hele belangrijke factor is in de kansenongelijkheid. Omdat leerlingen daar in zo'n groep zitten. Ze weten zelf heel goed wat welke groep betekent. Misschien, ik weet niet of jullie nou de sheet groot zien, maar dat blauwe citaat is een citaat van leerlingen in een Engelse school, een inclusieve school, waar een leerling uitlegt aan de onderzoeker wat die niveaugroepen betekenen. En zij hebben feilloos in de gaten wat de hogere groepen zijn of de betere groepen of welke groepen dan, als je er echt niets van begrijpt, dan zit je in blauw. Het punt hierin is dat je niet in een blauwe instructie groep zit, maar dat ze zichzelf, maar ook hun school of hun klasgenootjes bestempelen als jij bent blauw. En dan wordt het iets van henzelf, het niveau wordt dan aan die leerling gekoppeld. Terwijl leerkrachten dit vaak doen met de beste bedoelingen natuurlijk, vanuit het oogpunt van effectieve instructie. Je wil je instructie goed aanpassen en de doelen aanpassen op de eerdere leerprestaties eigenlijk. Maar tegelijkertijd heeft het wel een flinke impact op zelfvertrouwen en zelfbeeld. En ook voor de sociale relaties in de klas. Van iedereen weet precies in welk groepje die zit en waarom. Een alternatief zou zijn dat je kijkt naar leerdoelen. En wat ieder kind op een bepaald leerdoel, hoeveel instructie dat hij daar nodig heeft. Daar kom ik later op het einde ook op terug. Maar dat je niet in die groepen werkt. Dat zou heel veel schelen. Het blijkt uit internationale literatuur dat dit een belangrijke factor is.
Eddie Denissen, hoogleraar op dit thema, die noemt hierbij ook best treffend het leerlingvolgsysteem soms een leerlingvangsysteem. Omdat je zegt van, nou, die leerling scoort een 4, dus die moet in die groep. En als je dan vraagt van, hoe komt die dan uit die groep? Dan is vaak het antwoord, nou, dan toetsen we. En als hij dan op de volgende CITO-toets een 3 scoort of een 2, dan kan die naar die hogere groep. Maar de vraag is natuurlijk of die dat ooit kan als je continu het aanbod geeft, wat eigenlijk naar beneden bijgesteld is. Dus dan zou je naar een leerlingvangsysteem gaan. Dat plaatje wat erbij staat is ook een beetje het idee van dat glazen plafond. Je bouwt daarin eigenlijk een ruimte waar die leerlingen bijna niet meer uit kunnen. Goed, dit zijn even in een notendop belangrijke elementen van die kansenongelijkheid. Het thema van vandaag is natuurlijk passend onderwijs. En passend onderwijs, een van de doelen daarvan is natuurlijk dat ieder kind een passende plek krijgt. De eindevaluatie is voor de zomer uitgekomen. Alle kinderen een passende plek is het doel. Daar staat een link met een filmpje, kun je misschien later op klikken. Dan heb je even in de notendop wat er uit die eindevaluatie komt. Maar de strekking is in ieder geval dat veel lastig te onderzoeken is, omdat het doel van passend onderwijs en de doelgroep, over wie gaat het nou precies, dat niet goed afgebakend is. Eigenlijk gaat het over alle kinderen. Het gaat over regulier waar het kan, speciaal waar het moet. Dus dat is niet de tendens heel expliciet naar inclusief onderwijs. Maar tegelijkertijd, in 2016 is het VN-verdrag van de rechten van personen met een handicap ondertekend. En sindsdien zijn die termen passend onderwijs en inclusief onderwijs heel erg door elkaar gaan lopen. Wat uit de eindevaluatie, maar ook uit heel veel tussenevaluaties blijkt, is dat leraren duidelijke reserves hebben. Vooral op de voorwaarden van hoe kan ik met 30 kinderen in mijn klas passend onderwijs bieden. Of hoe kan ik dan leerlingen met beperkingen ook goed ondersteunen. Waar ligt de grens? Dat is een heel duidelijk signaal wat waarschijnlijk herkend wordt. En zij concluderen dat een ontwikkeling naar inclusief onderwijs nog niet duidelijk zichtbaar is in de praktijk. En dat leraren daarin ook duidelijk dus aangeven van tot hoever kunnen wij gaan gezien de omstandigheden. Iets later kwam wel de onderwijsraad met een advies steeds inclusiever. Dus die hebben juist een advies van ga nou veel meer ontwikkelen richting inclusief onderwijs. En wat ze dan willen is dat de benodigde ondersteuning en toerusting op school aanwezig is. Dus in die basisondersteuning of de lichte extra ondersteuning. Dat iedere kind dicht bij huis naar school kan. En dat je altijd onderwijs samenvolgt met andere leerlingen zonder een beperking. Nou, de doelgroep is hier afgebakend in die zin dat het leerlingen met een beperking betreft. Maar de beperking is dan weer behoorlijk breed gedefinieerd. En het gaat dan niet om een medische klassificatie, maar om de ondersteuning en de toerusting die een leerling nodig heeft. Dat maakt dan of iemand een beperking heeft of niet. Nee, jullie zien de definitie, een kenmerk of aandoening die belemmert om deel te nemen aan sociale activiteiten, relaties te ontwikkelen of regie te voeren over het eigen leven. En dit kan structureel zijn of tijdelijk, en lichamelijk en of mentaal. Dus dat is een hele brede definitie, waardoor ook de vraag is over wie gaat dit nou precies. Wat in ieder geval duidelijke adviezen zijn van de onderwijsraad, is die landelijke norm rechtstreeks bij de scholen te leggen, de verantwoordelijkheid daarvoor en ook de financiën daarvoor. En om steeds meer te proberen om speciaal en regulier onderwijs bij elkaar te brengen. Dus om te kijken naar mengvormen. Kunnen er bepaalde speciale klassen zijn in scholen? Of kunnen scholen die bij elkaar op een terrein zitten of in de buurt, kunnen die meer dingen samen doen? Dus dat soort initiatieven moedigen zij aan. Als je dan kijkt wat nu de situatie, wat er allemaal speelt. Nou, kansenongelijkheid, onderwijsachterstandenbeleid, onderwijskansen. Dat zit allemaal gericht op eigenlijk de achtergrondkenmerken van de leerling. Vooral dat opleidingsniveau van de ouders. Passend onderwijs gaat eigenlijk over iedereen, ieder kind een passende plek. Inclusief onderwijs gaat eigenlijk dus over leerlingen met een beperking. En dan hebben we ook nog de talentontwikkeling vanuit de Kamerbrief die inmiddels 6 jaar geleden geschreven is, maar waar scholen heel erg werk van hebben gemaakt, is talenten van ieder kind ontwikkelen en ook veel oog hebben voor de begaafde leerlingen. Daar zie je ook veel terug in scholen, dat daar veel aandacht voor is. En dat kwam dus omdat
Uit internationale vergelijking bleek dat we het op dat vlak gewoon niet zo goed doen, terwijl we op de zorgleerlingen veel beter het onderwijs kunnen verzorgen. Maar de vraag is natuurlijk wel, als je het hierover hebt, van over welke leerling hebben we nu eigenlijk? Over wie hebben we het? Als we zeggen we willen naar meer inclusie, we willen inclusief onderwijs, bedoel je dan echt dat je leerlingen met een beperking in de school wil? Dat je af wil eigenlijk min of meer van het speciaal onderwijs? Of wil je alle leerlingen passend bedienen en ontwikkelen? Of wil je die kinderen die het van huis uit minder ondersteuning hebben, wil je daarvoor compenseren en hen op een zo hoog mogelijk niveau brengen? En de meeste leraren die ik ken willen alles. Die willen ieder kind, willen gewoon iedereen zo goed mogelijk helpen. En dat is natuurlijk het goede dat de leraren dat het liefste willen. Maar goed, in deze discussie moet je wel steeds nadenken waar gaat het nou precies over. In alle gevallen, over wie het ook gaat, spelen de verwachtingen die je hebt als leerkracht van individuele leerlingen een hele belangrijke rol. Dus ik wou het tweede deel van deze presentatie focussen op leerkrachtverwachtingen. Heb ik net niet gezegd, als er tussendoor vragen zijn, dan kun je die in je Q&A van Zoom intypen. En hier zit Jan in de zaal en die kan die dan doorspelen naar mij. Dus dan kan ik ze beantwoorden, hoop ik. Goed, over naar de leerkrachtverwachtingen. De leerkrachtverwachtingen. Ik heb hier een modelletje neergezet. Waar het om gaat is dat, misschien hebben jullie gehoord van self-fulfilling prophecy effecten of van Pygmalion in de classroom. Dat is nu een halve eeuw geleden, al in 68, is er een grote studie geweest naar op een school. Rosenthal en Jacobsen hebben dat gedaan. En daar hadden ze gezegd in het team dat er een intelligentietest ontwikkeld werd. Maar dat was een hele bijzondere intelligentietest, want die kon voorspellen hoe de ontwikkeling van leerlingen eruit ging zien. En toen hebben ze vervolgens uit iedere klas een paar leerlingen willekeurig aangewezen en naar de leerkracht teruggekoppeld. Uit de test blijkt dat deze leerling een grote ontwikkelingssprong zal laten zien. Vervolgens na een jaar bleek dus dat de leerlingen die zij daar willekeurig uit hadden gepikt inderdaad een grotere ontwikkelingssprong hadden laten zien. Dat die veel meer vooruit zijn waren gegaan dan de klasgenoten, terwijl ze willekeurig gekozen waren. Dus dan zeg je, het is een self-fulfilling prophecy effect, in dit geval een gunstig effect, want hoge verwachtingen leiden dus tot betere prestaties. Nou, die studie is ontzettend veel besproken en bekritiseerd, op ethisch oogpunt, op methodologisch oogpunt. Maar wat het heeft gedaan is sowieso heel veel onderzoek teweeggebracht over dat effect van die verwachtingen. Nou, dat modelletje wat je hier ziet, dat laat eigenlijk zien die verwachtingen die zijn gebaseerd op de leerling, op individuele kenmerken van die leerling, de achtergrond, maar vooral de eerdere prestaties. En daarnaast op kenmerken van jou als leraar. En de eerste is de mate waarin jij in groepstereotypen denkt. Oftewel de mate waarin je vooroordelen hebt ten opzichte van bepaalde groepen. Verder je self-efficacy, hoe sterk voel jij je om het verschil te maken voor een kind. En je mindset, van denk jij dat intelligentie iets is wat je meegekregen hebt of niet. Of denk je dat dat zich ontwikkelt, dat de omstandigheden, de situatie heel veel nog kan doen om die ontwikkeling te stimuleren. Nou, dat allemaal samen bepaalt de verwachtingen. Die verwachtingen die communiceer je in interacties en in de kansen die jij leerlingen geeft in het onderwijs. En dat vertaalt zich in prestaties. Dit is een stukje van mijn eigen onderzoek wat in 2010 gepubliceerd is. En wat ik heb gedaan is gemeten bij leerkrachten hoe de houding was tegenover mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. In dit onderzoek waren het Turkse of Marokkaanse mensen. Dus hoe is de houding van leerkrachten tegenover die groep mensen? Vervolgens, hoe zijn de verwachtingen van individuele leerlingen in die klas? En hoe doen ze het op de CITO? In dit geval begrijpen lezen. Ik heb ook bij rekenen gekeken. Nou, wat je dan ziet is die houding. Hoe negatiever die houding, hoe groter het verschil is tussen de leerlingen met een Nederlandse achtergrond en de leerlingen met een migratieachtergrond. Nou, dat gat ertussen, dat noemen we de ethnic achievement gap. Dus het is bekend dat kinderen met een migratieachtergrond over het algemeen minder goed doen. Maar dat verschil wordt dus groter afhankelijk van de vooroordelen die een leerkracht heeft.
Wij hebben die impliciet gemeten met een impliciete associatietaak. Die kun je zo vinden als je IAT op bijvoorbeeld Project Implicit van Harvard doet. Als je daar even op googelt, dan krijg je tig van die testjes. En dan doe je op basis van een reactiesnelheid testje, komt er dus een score uit voor je houding. En waarom ik dat heb gedaan is omdat er uit vragenlijsten, ja, daar wordt vaak sociaal wenselijk ingevuld. En dit is een heel gevoelig thema. En in de sociale psychologie zijn deze maten heel veel gebruikt. Die gebruiken ze daarvoor voor vooroordelen ten opzichte van allerlei kenmerken te meten. En in dit onderzoek heb ik dit dus gedaan gericht op die Turks-Marokkaanse achtergrond. En je ziet dus inderdaad dat leerlingen die met een Turks-Marokkaanse achtergrond, het ligt nogal aan bij welke leerkracht je zit. Hoe de vooroordelen zijn, want hoe meer dat is, hoe lager je prestaties op CITO. Terwijl we zeggen allemaal, of tenminste dat denken we vaak, dat CITO zo objectief is. Maar je ziet dus dat dat wel echt doorwerkt in de resultaten van de kinderen op deze testen. Nou, zo is er meer onderzoek gedaan. Dit is een klein schemaatje. Ik heb met Eddie Deens en Lisette Hoornstra een review gedaan van wat is er nou nog meer onderzocht met deze type metingen. En daaruit blijkt bijvoorbeeld hetzelfde voor dyslexie. Hoe negatiever een leerkracht denkt over dyslexie, hoe groter je het verschil ziet in CITO-spellingscores tussen leerlingen met en zonder dyslexie. Het vooroordelen ten aanzien van immigranten, van leerlingen, die worden beïnvloed door de vooroordelen van de leraar, die voor hun favoriete leraar. Nog eentje. Die laatste bijvoorbeeld, hoe negatiever de houding van gymleraren ten aanzien van overgewicht, hoe lager de mate van lichaamsbeweging is van de leerlingen. Dus het zijn allemaal relaties tussen vooroordelen of groepstereotype houdingen, beelden van leraren en leerlingen. Nou, hoe kan dat nou? Waarom zie je dat dan terug bij die leerlingen op allerlei verschillende gebieden? Nou, dat komt omdat je dus die verwachtingen communiceert. En dat doe je verbaal en non-verbaal, met name non-verbaal. En Elisha Babat die heeft een hele serie studies gedaan waarbij ze videoclipjes maakten van leerkrachten van 10 seconden lang, dus heel kort, waar een leerkracht over een leerling sprak of met een leerling sprak. En die hebben kinderen van 10 jaar oud bekeken en dan moesten ze zeggen hoe hoog zijn de verwachtingen en hoe aardig vindt deze leraar die leerling. En dat konden ze feilloos, binnen 10 seconden. Ook zonder geluid, bij leraren die ze niet kenden. Dus die leerlingen zijn super gevoelig voor die non-verbale communicatie. En nou, dat zie je dus terug in, dit is veel tekst, maar dit zijn allemaal kleine voorbeeldjes van manieren waarop negatieve of lage verwachtingen gecommuniceerd worden. Bijvoorbeeld simpelweg korter wachten op een antwoord, omdat je eigenlijk verwacht dat hij het toch niet weet. Sneller de beurt doorgeven, minder vaak de beurt geven, weinig feedback geven, vragen, complimenten, maar ook gewoon lagere eisen. Dan kom je weer terug bij die niveaugroepen. Als de verwachtingen laag zijn, verwacht je ook minder van ze. Dus dan is duidelijk dat je weinig verwacht. Minder vriendelijke interacties. Nou, dit is in de afgelopen 50 jaar dus in heel veel studies aangetoond dat dit de manier is waarop je lage verwachtingen communiceert. Tegenovergestelde, je kunt dus ook, denk terug aan die Pygmalion-studie, je kunt dus ook hoge verwachtingen communiceren. En dan kan de leerling juist opgetild worden van, de juf denkt dat ik dit kan, of de meester denkt dat ik dit kan. Dus dat het een positieve boost geeft om het ook echt te laten zien. Dan kom ik dadelijk nog even terug, want dan vind ik de belangrijkste afsluiting, het onderwijs geven vanuit hoge verwachtingen. Nou, stereotype beelden, vooroordelen, dat is een belangrijk aspect, veel onderzoek naar gedaan. Uit een grote review blijkt ook dat over het algemeen bij de gemiddelde groep leerlingen vallen die verwachtingseffecten wel mee. Maar bij de gestigmatiseerde leerlingen, dus met een bepaald diagnostisch label, met een bepaalde culturele achtergrond, met heel laag opgeleide ouders, daar is juist het effect veel groter. En daar spelen die groepsstereotypen een belangrijke rol. Nou, daarnaast waren nog twee dingen. De self-efficacy en de mindset. De self-efficacy zit heel erg in jouw zelfbeeld, jouw zelfvertrouwen. Hoe meer jij gelooft in jezelf, in je eigen kracht om het verschil te maken voor een kind, hoe meer jij zult volhouden en hoe meer dat jij van iedere leerling zal verwachten dat die ontwikkeling kan doormaken. Omdat je jouw eigen invloed daarin groot acht. Dus dat,
hoe meer je vertrouwen je hebt in je eigen kracht als leerkracht, hoe hoger je je verwachtingen stelt. Hetzelfde is met mindset. Nou, dan zie je een dubbeltje en een kwartje. Iedereen kent de uitspraak van een dubbeltje kan je geen kwartje maken. Maar als jij dat gelooft, zal je waarschijnlijk lagere verwachtingen hebben dan wanneer je gelooft dat je dat wel kan. En dat je dus inderdaad wel met goede ondersteuning en uitdagende doelen en goede begeleiding, dat je daar wel een kwartje van kan maken. Dat is die mindset, die growth mindset die daarin speelt. En die laatste, de collective efficacy, is eigenlijk hetzelfde als die self-efficacy, maar dan telt het voor het hele team. En als een team samen gelooft dat hij het verschil kan maken voor iedere leerling die binnenkomt, dat is krachtiger, dat overstijgt het effect van de sociaal-economische achtergrond van die leerlingen. Dus kinderen met een lage sociaal-economische achtergrond, als die naar een team gaan, die staan en die samen echt sterk het gevoel hebben van wij staan hiervoor en zo pakken wij dit aan en wij kunnen het verschil maken, dan zie je die effecten van die achtergrond veel minder terug. Dus die collective efficacy is heel erg belangrijk. Hattie heeft daar nog niet heel lang geleden ook een heel artikel over geschreven. Dus als je daarop zoekt, dan vind je daar mooie achtergrondinformatie. Oké, dan gaan we naar de laatste, de hoge verwachtingsleraren. Christine Ruby Davies, dat is een professor in Nieuw-Zeeland, die heeft heel veel onderzoek gedaan op dit gebied, heel erg praktijkgericht. En zij heeft gekeken naar welke leraren hebben nou hoge verwachtingen van alle kinderen. En dat is niet het idee dat iedereen automatisch op, of dat ze het idee hebben dat iedereen op de universiteit zal eindigen. Maar wel het idee dat iedere leerling kan ontwikkelen vanaf het punt waar die is. Dus geloven in de ontwikkelkracht van ieder kind, ongeacht de achtergrond. En bij die leraren, dat bleek ongeveer 20% van de leraren te zijn, heeft ze gekeken van, en wat doen die nou? Hoe kenmerkt die praktijk zich nou? En dit zijn de punten die je daar terugziet, is flexibel en heterogeen groeperen. Dus niet met niveaugroepen, maar op basis van de leerdoelen zeggen wie heeft er op dit leerdoel extra instructie nodig. Iemand kan niet in een lage niveaugroep voor rekenen zitten, want misschien kan die getallen en bewerkingen veel beter dan meettijd en geld of andersom. Dus heel erg vanuit de doelen en dan op basis daarvan groepjes samenstellen, dan is dat stigmatiserende effect weg. Heldere leerdoelen, die zijn dan natuurlijk nodig. Goede feedback, inhoudelijke feedback. Je ziet vaak dat lage verwachtingen leiden tot veel taakgerichte feedback en herhalingswerk. Terwijl hoge verwachtingen leiden tot feedback op zelfsturing en tot het geven van meer autonomie. En dat zijn juist de dingen die schoolsucces voorspellen. Als jij meer autonomie kan nemen en meer die zelfsturing ontwikkelt, heb je meer kans op een succesvolle schoolloopbaan. Nou, dat is eigenlijk het derde puntje gelijk. Verantwoordelijkheid voor het leren bij de leerling, autonomie geven, focus op de intrinsieke motivatie, wat wil jij leren, op welke manier wil jij leren. En ze zag ook heel duidelijk dat positief klasseklimaat, dus heel erg bespreken dat je met elkaar samen te doen hebt en dat je elkaar helpt en ondersteunt en dat het een warm, positief, veilig klimaat is. Dus dat zijn dingen die hoge verwachtingsleraren kenmerken en waarvan ik zou willen dat je nadenkt van hoe kan ik stappen zetten op deze punten. Want je ziet dan dus ook dat echt ten goede komt aan de ontwikkeling van alle kinderen. Dan zijn we bij ruimte voor vragen. Hallo Linda, bedankt voor je heldere presentatie. Het is een verhaal. Dat ik vind het erg belangrijk. Als men mij vraagt van wat is de taak van het onderwijs, dan is mijn eerste antwoord zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt. Ja. En hoe we dat komen, ja, dat is een ingewikkelde weg. Ja. Wat ik wel boeiend vind, is het verhaal over de niveaugroepen. Dat is eigenlijk heel belangrijk. Je noemde de methode al, veilig leren lezen. Nou, op basis van wat we weten over die zon aan sterretje, ja, is het, meen ik. Ja. Er is ook nog een raket bij. Ja, volgens mij wel, voor de extra goede lezers. Ja. Ook dat nog. Is dat het eigenlijk onveilig leren lezen zou kunnen heten? Als leerkracht zit je vaak in de positie dat dit nou eenmaal de methode is. Ja. Hoe lossen we dat op?
Nou ja, ik denk sowieso dat leerkrachten hun professionele ruimte moeten kennen en nemen. Leraren hebben zelf zeggenschap over de manier waarop zij het onderwijs vormgeven. Veel leraren weten dat niet. Er is een professioneel statuut waarin dat nu wettelijk geregeld is, waar de inspectie sinds 2018 ook op controleert. Maar wat ik merk ook in mijn praktijk met de studenten in de master, dat veel leerkrachten niet weten hoeveel ruimte ze eigenlijk met elkaar kunnen pakken. En als een team zegt, wij vinden dit geen goede manier van werken met onze leerlingen, wij gaan dat anders doen, ja, dat kan. De autonomie zit bij de school, de manier waarop ze moeten de kerndoelen natuurlijk bereiken, maar de manier waarop ligt bij de school. En ik denk dat je heel goed onderbouwde redenen hebt om in dit geval af te wijken van wat de methode voorschrijft. De vraag is natuurlijk, wat dan? Want ze willen de methodes geven wel veiligheid en structuur en al die boekjes zijn ook zo geordend. En misschien kan je dat materiaal ook prima gebruiken, maar het gaat over de manier waarop. Ben jij een sterretje of ben jij een maantje of ga je vandaag de instructie in de maangroep volgen omdat je nog de twee tekenklanken niet goed beheerst of zo. Dan koppel je het aan die specifieke doelen en dan heb je in feite nog steeds dat je in groepen instructie geeft afgestemd op de mate waarin ze een doel beheersen, maar niet op basis van die stigmatiserende groepjes. En ik denk dat het dan vooral gaat over duidelijk hebben van waar werken we nu deze les aan. En dat je dan de leerlingen ook begeleidt om te kijken, om zelf te leren inschatten in hoeverre behaal ik dat doel of niet. Nou ja, en in groep 3 is het natuurlijk nog heel moeilijk, die kinderen zijn jong. Hoewel ze in groep 1, 2 vaak heel veel meer kunnen in zelfkeuzes maken en zelfsturing dan daarna. Maar dat je dan inderdaad kijkt van wat vind je nog moeilijk en wat kun je al. En dat je dan dus die leerlingen leert om de verstandige keuzes te maken, om instructie wel of niet te volgen. En dan heb je ja, wel dezelfde effecten, maar niet dat je leerlingen in een groepje vasthamert. Want als je een leerling in een maangroepje zet bijvoorbeeld, wat dan volgens mij het laagste groepje is. Ja, daar slicht bijna uit. Nou ja, die hebben nog wel meer nodig misschien. Maar ja, dan heb je dus het effect dat die leerling denkt, oh, ik ben een maantje, dus ik ben zwak in lezen. En dat wil je juist niet. Je wil dat ze vertrouwen hebben dat ze die stappen kunnen maken. En daar zou je heel kritisch naar moeten kijken van hoe je dat dan kunt doen. En ik denk dat het veel meer gaat door de manier waarop je met de materialen omgaat, dan dat je het niet meer zou kunnen gebruiken ofzo. Want natuurlijk is het fijn als een methode voorziet in oefenmateriaal op verschillende niveaus. Alleen, het gaat over die stigmatiserende indeling. Ja, oké. Ja. En dus hoe je zelf als leerkracht daarmee omgaat. Ja, en dat is wel ook een punt, want leerkrachten die doen vaak wat ze denken dat goed is, want dat is ook goed dat ze dat doen. Maar ook in een onderzoek wat we recent hebben afgesloten, blijkt dus dat de opvattingen over differentiatie en over kansongelijkheid en over inclusie en de manier waarop je moet differentiëren, of je moet streven naar grotere verschillen, divergeren, wat in de meeste scholen gekozen wordt, of dat je moet streven naar allemaal halen we een basisdoel en daarna is er pas ruimte voor extra differentiatie, dat de opvattingen van leerkrachten daar enorm op uiteenlopen. En dat de visie van de school daarin vaak te vaag is. Dat het niet concreet is, niet duidelijk wat je nou als school verwacht van je leerkrachten. Wanneer vind jij dat ze het goed doen? Dat is vaak heel onduidelijk. En dat geeft ook ontevreden bij de leerkrachten. Omdat ze eigenlijk denken, wanneer doe ik het nou goed? En die antwoorden zijn niet simpel te geven. Want net wat ik net zei, dat differentiatiedilemma van wil je dat de verschillen toenemen? En dat zie je dus bij gepersonaliseerd leren. Ieder kind zijn eigen route. Dan komen kinderen binnen met verschillen, daar bouw je op voort, waardoor die verschillen steeds groter worden. Ja, wil je dat als school? Dat kan, maar dan moet je daar duidelijk in zijn. Of wil je gelijke kansen en zeg je van nee, we gaan zorgen dat eerst gaat mijn tijd en energie naar de leerlingen om dat basisniveau te halen. En dan pas kijken we verder. Dat is een heel andere insteek. Maar dan moet je eigenlijk wel als school kiezen. Ja, en dan weet de leerkracht wat hij moet doen. Zeg je nu eigenlijk, in het Engels vind ik het iets mooier, de high expectations teacher, dan de hoge verwachtingsleraar. Ja. Ons Nederlands is soms toch wat houterig. Ja. Je had het over de hoge verwachtingsleraar, je had het ook over collective efficacy, in goed Nederlands. Ja. Zou je er dan moeten streven om niet een
hoge verwachtingsleraar te zijn met een hoge verwachtingsschool. Ja, dat is het krachtigste. Dat is het meest krachtig. Als je inderdaad als school zegt, wij gaan uit van die hoge verwachtingen en dat betekent dat wij dit en dat doen. Zo kijken we naar verschillen en zo gaan wij daarmee om. Dat is het meest krachtige wat je kunt doen. Maar in de praktijk zien we dus dat, ja, ook in die eindevaluatie passend onderwijs, om even op het thema terug te komen, dan zie je dus dat ze weinig samenhang waarnemen tussen de bevindingen op leerkrachtniveau, op klasniveau en op schoolniveau. Dus dan denk je, ja, dan is het dus een hele individuele aangelegenheid hoe jij met verschillen omgaat. Terwijl eigenlijk als je zegt, wij zijn hoge verwachtingsschool en dat betekent dat wij op deze manier met onze kinderen werken. Ja, dat is vele malen krachtiger. Ja. Wat zou, ik vind het een mooi doel, ja. Maar wat zou nou een eerste stap zijn? Hoe kunnen we, ik weet eigenlijk heel weinig over kindcentrum met Schrijverke, waar we nu te gast zijn. Ik zie wel een bevlogen schoolleider rondlopen. Wat zou haar eerste stap kunnen zijn? Ik weet, ze zijn ontwikkelingsgericht. Dus ze hebben een mooi concept waar heel veel vanuit ervaring en vanuit de belevingswereld wordt uitgegaan. Ik weet niet precies hoe zij differentiëren daarin. Dus wat dan een stap zou zijn, weet ik niet. Ik vermoed dat ze niet met niveaugroepen werken. Anders zou de eerste stap zijn, ga niet meer met die niveaugroepen werken. De tweede stap zou zijn van maak met je duo-collega's of je parallelcollega's heel duidelijk de leerlijnen en de doelen. Waar werk je aan? Ga vanuit die doelen, vertrek daar vanuit. En wat je vaak ziet is dat ook wel heel erg vertrouwd wordt op methodes. En dat er ook vaak veel activiteiten gedaan, dat er gedacht wordt vanuit activiteiten en niet vanuit leerdoelen. En dat is een cruciaal verschil, want dan gaat het niet over vonden ze het leuk en zijn ze goed bezig geweest, maar dan gaat het over hebben ze geleerd wat de bedoeling was en hebben ze dat goed verwerkt. En dat is wel een groot verschil, maar hoe ze dat hier doen, weet ik niet. Dus, Nee. Misschien als ik naar je luister zou een eerste stap kunnen zijn onderzoeken hoe je het nu doet op dit gebied. Ja, dat sowieso. Dan weet je het van jezelf. Ja. Wat ik je hoor zeggen, er is altijd een eeuwige discussie in het onderwijs tussen het kind en de stof, hè, de leerstof. Ja. Ben je nou leerstofgericht of ben je nou kindgericht? Ja. Ik hoor jou eigenlijk zeggen dat je, als je leerstofgericht bent, dat je dan ook kindgericht bent. Dat is een mooie. Want je hebt het over leerdoelen, dat je daar vertrekt. Ja. Maar van daaruit ga je hoge verwachtingen naar alle leerlingen, ja. Nou, we hebben toevallig van de week een discussie gehad met een bestuur in Os en omgeving over het kind centraal versus de maatschappelijke opdracht van onderwijs. Gaan we inspelen op de behoeften van ieder kind en iedere ouder? In scholen hoor je vaak wel die tendens, kind centraal. Terwijl die maatschappelijke opdracht, het opleiden van iedereen naar democratische burgers, het solidariteit, leren meedoen in de maatschappij, dat eigenlijk op één moet staan. In 2017 heeft de onderwijsraad daar ook een advies gegeven. Die zegt gewoon, ja, kind centraal is mooi, maar nooit ten koste van die maatschappelijke opdracht. En het leren omgaan met al die verschillen en het samen zorgen dat je het samen je doelen bereikt, dat hoort daar veel meer bij dan dat ieder kind zijn eigen leerroute krijgt, precies toegepast of toegesneden op zijn eigen niveau. Maar dat is wel een belangrijke discussie waar ook veel leraren nou misschien denken, jee, wat zegt zij nou? Omdat het gewoon dilemma's zijn en je wil eigenlijk alles. En het inspelen op ieder kind is wel iets wat in heel veel visies en missies beschreven staat van scholen. Maar ja, ik denk vanuit het thema kansenongelijkheid moet je soms ook gewoon kiezen voor een basisniveau waar je eerst met naar streeft. Ook in die dilemma's is ook, je kunt je tijd en je aandacht maar één keer geven. Mm-hmm. Aan wie geef je het? Vind jij het rechtvaardig en eerlijk om ieder kind evenveel aandacht te geven? Of vind jij het eerlijk en rechtvaardig om kinderen die van huis uit minder ondersteuning hebben, meer te geven? Dat is een hele essentiële vraag. En iedereen heeft daar wel een idee bij. Maar eigenlijk zou je dat in je team moeten bespreken. En inderdaad die kritische onderzoekende houding. Hoe doen wij het? Hoe sta ik hierin? Wat denk ik hier eigenlijk over? Hoe denk ik eigenlijk over groepen? Heb ik ook vooroordelen ten opzichte van bepaalde groepen leerlingen? Dat is denk ik de sleutel voor ieder ontwikkeling. Oké. Okay.
Ik zie dat onze tijd om is. Okay. We hebben geen vragen uit het publiek, maar dat kan. Misschien zijn wij daar schuldig aan, want dat mensen gewoon geboeid naar je hebben geluisterd. Nou, als ze later nog een vraag hebben op de PowerPoint, ik weet niet of zij die krijgen of nog kunnen zien, staat mijn mailadres en website dus, van het lectoraat. Dus ze kunnen me altijd bereiken als ze erover door willen praten. Prima. Oké. Okay. Linda, hartstikke bedankt. Graag gedaan.